Onderzoekers van het PBL en CPB hebben twee scenario's doorgerekend voor landbouw. In het scenario hoog gaan de onderzoekers uit van veel aandacht voor klimaat- en milieuproblematiek naast de relatief sterke economische en demografische groei. In het scenario laag van minder aandacht voor de klimaat- en milieuproblematiek en minder economische en demografische groei. De resultaten van het onderzoek laten een aantal opvallende overeenkomsten en verschillen zien tussen beide scenario's. In zowel het scenario hoog als laag daalt de uitstoot van ammoniak, lachgas, fijnstof en stikstofoxide ten opzichte van het referentiejaar 2013. De daling in scenario hoog is daarbij groter dan in scenario laag. De uitstoot van methaan daalt in het scenario hoog, maar niet in laag. Dit laatste is het gevolg van de hogere melkproductie in dat scenario. Beide scenario's kennen een lagere milieudruk dan in het referentiejaar. Dat is een gevolg van de implementatie van Europese regels voor emissiereductie. Ook is er sprake van een toename van het mestoverschot in het scenario laag, vergeleken met het referentiejaar. Deze toename maakt mestverwerking noodzakelijk. Dit betekent voor de ondernemers extra kosten. In het scenario hoog is er echter een afname van het mestoverschot. Het PBL en CPB heeft ook gekeken naar de invloed van de toekomstige burger als consument, bewoner of recreant van het landelijk gebied. In het scenario hoog leidt die tot toename van natuurgebieden. Een kleinere veestapel, meer koeien in de wei en meer keurmerk- of streekproducten.